Charleroi pakt zijn eerste competitiezege en Oud-Heverlee Leuven blijft goed op dreef. Dat en nog veel meer in Lotto Super League Rewind. Met Charleroi en Aalst stonden de twee laagst geclasseerde teams van het klassement tegenover elkaar. En de Carolo's waren nog steeds op zoek naar hun eerste zege van het seizoen. Het niveau ligt bedroevend laag in de eerste helft. We moeten ons verwarmen aan schaarse momentjes, zoals dat van Stroband, die goed wegkomt na de felle druk van Duterne. We gaan rusten met 0-0. In de tweede helft is het meteen beter. We zijn nog geen minuut bezig als Ballon door de buitenspelval wordt geloodst en het ook mooi afmaakt. Charleroi komt 1-0 voor. Aalst is nu ook wakker geschoten. 5 minuten na de 1-0 moet Delvaux alles uit de kast halen om het schot van De Bruyne uit haar doelvlak te houden. De hoekschop volgt en ook daarin krijgt Aalst een grote kans, maar Van den Bossen schiet vanuit de draai naast. De wedstrijd is nu helemaal losgebroken. De bezoekers komen er al maar gevaarlijker uit. En als Sunes de bal van Lemmerjo afsnoept, komt hij bij De Bruyne en zij trapt heerlijk voorbij. Delvaux 1-1. Met nog 20 minuten te gaan komt Charleroi er ook nog eens uit. Mooie voorzet buitenkant voet van Paris, maar Ballon wordt nog net voldoende gehinderd om haar tweede van de avond te maken. Maar 10 minuten later is het toch prijs voor Ballon. Bij Aalst krijgen ze de bal achterin niet weg. Ballon pikt op, neemt de bal ook mee met de arm, maar ze mag toch verder gaan en binnenschieten voor 2-1. De Carolo's kunnen de overwinning al ruiken. En al helemaal als Ballon de bal in de box gooit en Dyer de 3-1 tegen het net kopt. Charleroi begint de terugronde met een eerste competitiezege van het seizoen. On veut seulement évoluer, continuer à aller chercher des bons résultats contre n'importe quelle équipe, que ce soit Standard ou HL, même si on sait que ça sera plus dur. Mais on se concentre ici maintenant sur la coupe. Aalst moet deze keer het onderspit delven tegen Charleroi, maar het is vooral niet te spreken over de arbitrage. Het tweede doelpunt, het derde doelpunt was ook vooraf gegaan in Enschede. Penalty dat ze voor ons niet blazen. Sorry, dat weet je genoeg eigenlijk. Kunnen we nooit winnen. Nee, het is iets wat duidelijk op de maag ligt. Absoluut, ligt op de maag en ben ik nog rustig. Oud-Heverlee Leuven had na de zege tegen Anderlecht vorige week nog als enige een perfect rapport en het wilde die reeks graag verder zetten tegen Standaard. In de eerste minuut maken ze al snel hun intenties duidelijk met een stevige opwarmer van Kator. De thuisploeg domineert het begin zonder grote kansen af te dwingen. Halfweg de eerste helft kan Ampoort ervoor gooien. Het been van Van Kerkhoven is te kort. Standaard maakt er een felle strijd van en is niet van plan om het voetje terug te trekken. Het gaat niet meteen over de schreef, maar het spel ligt wel een aantal keer stil voor blessurebehandelingen. Door die strijdlust knokken de Roesjes zich wel in de match. Balverlies op eigen helft is nooit een goed idee. Gelukkig voor Ampoorter knalt Gelders een metertje naast. Ja, we weten als we tegen Standaard spelen dat het altijd man op man is. Dat we stevig zullen moeten zijn. Dat is niet echt ons spel. We proberen het ook uit te spelen. Maar ja, natuurlijk kan je het niet de hele tijd vermijden. Maar ik vind dat we rustig zijn ondergebleven en dat we gewoon ons spel hebben gespeeld vandaag. Net als Standaard het goede gevoel wat te pakken krijgt, is het toch Leuven dat op voorsprong komt. Damman gaat onder de bal door en Tissia kopt de openingstreffer binnen. Ook Merkelbach, dat zien we in de herhaling, kan er net niet bij. Knullig tegendoelpunt voor Standaard. Leuven is wel de betere ploeg in de eerste helft en 5 minuten voor rust is er de knappe 1-2 van Van Kerkhoven en de Truijer. En is het Ellen van Kerkhoven die een echte spitse goal maakt. Tussen de twee verdedigers reageert zij het snelst op de bal. Het staat 2-0 bij de rust. Meteen na de pauze probeert Standaard Leuven bij de keel te grijpen. De ene voorzet na de andere belandt in de box. Fon gaat hier net niet hoog genoeg om de aansluitingstreffer binnen te koppen. De bezoekers hebben het commando overgenomen en zijn veruit de gevaarlijkste ploeg in de tweede periode. Gelders komt naar binnen en kan schieten. De bal wijkt af en Merkelbach kan er net niet bij. Goed gereageerd van onze nationale doelvrouw Evraar. Standaard verdient onderhand wel een doelpuntje. Fon gaat met de grote brug voorbij Kees. Zet ook voor en Gelders maakt de dik verdiende 2-1. Het vierde duel op rij dat Evraar geklopt wordt. En dat terwijl in de eerste 9 wedstrijden van de competitie dat niet lukte voor een tegenstander.
À la mi-temps, c'est 2-0. On parle dans le vestiaire qu'on doit revenir, qu'on doit continuer à y croire, qu'on doit vraiment revenir dur sur le terrain. On marque après 10 minutes, je pense, en deuxième mi-temps. Après, on continue à forcer pour essayer de faire le 2-2. Bij OHL is het even naar ademhappen. Maar halfweg de tweede helft kunnen ze het evenwicht wel herstellen. De ingevallen Van Dijk komt in een halve stelling. Haalt ook uit, maar het schot gaat recht op Damman. Mertens blesseert in deze fase wel Aster Janssens. De enkel klapt even dicht. En Janssens moet uiteindelijk met de draagberry van het veld gedragen worden. Met nog 10 minuten op de klok heeft Mertens een geweldige paas in huis. Janssens neemt goed mee en maakt het dan ook heerlijk af. Mooi doelpunt. En zo wint Leuven ook deze topper tegen Standaard met 3-1. Ik denk dat je, als je vorige week alle euforie ziet, dat het nog belangrijk is om iedereen terug met de voetjes op de grond te krijgen en op te laden voor deze wedstrijd. En dat heb ik toch gezien. Ik denk dat we in de paar eerste 10 minuten eigenlijk al afstand moeten nemen. Ik denk Kator heeft daar een prachtige kans om dan al afstand te nemen. Maak je het zelf net iets gemakkelijker. Ja, nu blijft het. Ik denk dat dat een kunst is bij ons. Ik denk dat we de kunst heel goed beheersen om het ons eigen nog moeilijk te maken. Wat we ook doen in de opbouw. We geven eigenlijk een doelpunt weg in een voor mij tot dan wedstrijd waar we eigenlijk niks weggeven. Die problemen moet Koenraads dan snel oplossen, want morgenavond ontmoeten beide ploegen elkaar opnieuw in de beker. On sait que nous on doit être à 100%, ne pas commettre les mêmes erreurs qu'aujourd'hui parce qu'elles se payent cash directement parce que Louvain n'a pas eu beaucoup d'occasions hein. Mais si on est à 100% physiquement, qu'on est bien en place, qu'on a un peu de chance, bah alors on peut-être faire quelque chose, mais on sait que Louvain c'est l'armada de la série. Met Anderlecht en Club Wailé kregen we twee gretige ploegen aan de aftrap. De eerste echte kans is prijs. Ousraoui stuurt Ario goed in het straatje en zij zetten 0-1 wel heel makkelijk op het scorebord. Het antwoord van Anderlecht laat niet lang op zich wachten. Een afgemeten voorzet van Wijnands. Ook Charlotte Tisson wordt maar weinig in de weg gelegd en brengt de bordjes weer in evenwicht. Parswit heeft het meeste balbezit, maar het is blauw-zwart dat meer kan scoren. Ousraoui mag op wandel en als Van Mechelen in de 16 zoveel ruimte krijgt, laat ze die kans niet liggen. Vlak voor rust krijgt Anderlecht een lichte vrije trap. Covent met de puikenredding op het schot van Vatafu. We gaan rusten bij 2-1. De thuisploeg komt gretig uit de kleedkamer. Het schot van Vatafu gaat maar net voorlangs. Hoekschop Anderlecht. De bal belandt uiteindelijk bij Van Wijnsbergen. En zij trapt de 2-2 tegen de touwen. Weg is de voorsprong voor club. Anderlecht is nu baas en gaat op zoek naar de 3 punten. Tisson in 1 tijd tot bij Jacobs. Een schot scheet er maar net naast. Het is slechts uitstel van executie. Een mooie crosspaas van Bouabadi. En Wijnands loopt goed in bij de tweede paal. De 3-2 is op dat moment oververdiend. Anderlecht blijft de gevaarlijkste ploeg en zet dat in de slotfase in de verf. Eerst besluit Minnaert, maar net naast. En meteen daarna opnieuw Paarswit. Minnaert torent boven iedereen uit en kopt de 4-2 vol overtuiging naast Covent. De winst lijkt nu verzekerd. En Anderlecht is nog niet uitgespeeld. In de extra tijd kan de ingevallen Toloba nog juichen voor de 5-2 frappant. Anderlecht scoort 5 keer via 5 verschillende spelers. Einde wedstrijd denk je dan, maar via een wondermooie streep van Van Mechelen wordt de 5-3 eindstand vastgelegd. Anderlecht kende een moeizame start, maar in een wervelende tweede helft was er maar 1 ploegbaas en dat was Paarswit. Ik denk al bij al dat we over de eerste helft absoluut niet tevreden kunnen zijn. En dan zie je gewoon een wedstrijd met 2 gezichten waar we de tweede helft wel die intensiteit en die kwaliteit kunnen brengen. En het derde doelpunt is ook iets te makkelijk. We hebben een mooie vrije trap, want die bal mag niet binnengaan. Maar ja, dan hebben we eigenlijk voor de rest heel weinig weggegeven en zijn we altijd dominant geweest. En dat Anderlecht moeten we zien van in het begin van de wedstrijd. En niet enkel als we al 2 doelpunten tegenkrijgen, want we kunnen dan niet altijd blijven corrigeren. Coach Moerman neemt vooral de positieve zaken van club mee. We hadden gehamerd op
om een keer een wedstrijd te kunnen starten met de juiste intensiteit. Daar waar we in de topmatchen het nagelaten hebben in het verleden en dikwijls al achter de feiten moesten lopen. Dus op dat vlak heeft het team het goed gedaan. Ik moet zeggen, ik ben veel minder ontgoocheld dan tegen Genk pakweg. Enkel en alleen met de manier waarop de doelpunten vallen, misschien kan ik ontgoocheld zijn. Maar voor de rest een droomstart gekend en spijtig genoeg weggegeven. Na 0-12 was Zultewaardigem maar play-off 1 plaats kwijtgeraakt. Tegen Woluwe moest er dan ook gewonnen worden. De Veren heeft die boodschap goed begrepen. Haar trap gaat naast. Op het half uur komt de thuisploeg nog eens opzetten. De Veren gaat neer in de 16. Te licht voor een strafschop volgens de scheids. Ik zat haar twee handen over mijn arm. En zo heb ik alleen me moeten laten vallen, want anders ging ik wel bij de bal van Nicky kunnen hebben. Net voor rust Woluwe. Bongaard ziet Michiels vertrekken. Ze kan Seynaven niet aan het werk zetten. 0-0 bij de pauze. Na de onderbreking is de eerste grote kans voor White Star. Bongaard zoekt de verste hoek, maar daar ligt Seynaven. De reactie van Waregem met een korte corner. Die komt bij Vervakken. Zij duwt binnen, maar het doelpunt wordt terecht afgekeurd voor buitenspel. Nu stapelen de kansen zich wel op. Gijsbrecht met een perfecte voorzet voor Bougaar. Seynaven pareert schitterend. De grootste kans voor de thuisploeg is voor Pree. Na een goede rush van Le Fere komt de bal via de grote voor haar voeten. Pree mist onbegrijpelijk. Ook aan de overkant worden grote kansen gemist. Gijsbrecht houdt Windels aan de praat en vindt Bongaars. Ook haar trap gaat naast. Ik denk zeker niet dat we het idee voor een gelijkspel naar hier kwamen. We kwamen wel degelijk voor de 3 punten. Maar achteraf gezien zijn wij daar wel tevreden mee. Ik denk dat langs allebei kanten die goal kan vallen. Wij een paar kansen, Zulten ook. Ik denk dat tot de laatste minuut erin zat dat een van de twee ploegen ging scoren. Dus ja, we zijn er wel oké tevreden mee. Le Fere is met haar snelheid een geesel voor de defensie. Niemand kan haar volgen, maar ze heeft het geluk vandaag niet aan haar zijde. De rebound van Van Gorp gaat over. Vooral de thuisploeg kan met een gelijkspel niet tevreden zijn. De doelstelling was winst. Ik denk dat we daar niet, dat heel duidelijk was voor ons voor de wedstrijd. We hebben ook de kans gehad om de wedstrijd naar ons toe te trekken, zeker de tweede helft. Maar dan weet je, als je die kansjes krijgt en ze niet benut, dat het moeilijk wordt. Zaterdagavond speelde KV Mechelen tegen AA Gent, een duel tussen de nummers 9 en 7 in het klassement. En de Buffalo's zorgen onmiddellijk voor druk. Amber Maximus kan zich na 5 minuten mooi doorzetten en het openingsdoelpunt maken. KV Mechelen antwoordt niet lang daarna via Rakelboom, maar haar poging wordt door doelvrouw Maas onschadelijk gemaakt. De thuisploeg eist het balbezit op, maar grote kansen komen er niet uit voort. Ook AA Gent dreigt nog, maar op een kansje via Van Mingeroet na zijn ze niet gevaarlijk. In het begin van de tweede helft is het opnieuw Maximus die op de juiste plaats staat. Ze tikt een voorzet van Van Dalen mooi binnen en verdubbelt zo de score. KV Mechelen probeert nog wel wat bakens te verzetten, maar AA Gent voetbalt nu vanuit een zetel. Als Van Dalen in de 70ste minuut de ingevallen Nijring goed aanspeelt en de 0-3 valt, dan is het helemaal boeken toe voor de thuisploeg. Bosteels komt zelfs nog dicht bij een vierde Gents doelpunt, maar Bakarne zweeft de bal mooi uit haar doel. Een moedig KV Mechelen gaat nog op zoek naar de E-redder, maar verder dan een bal van Bouhara die naast gaat, komen ze niet meer. A-agent pakt 6-6 en mag volgende week op Sporting Charleroi op zoek naar een nieuwe 3-punter en verdere aansluiting bij de top 5 van het klassement. Ik denk dat iedereen blij is met die 3 punten. We hebben ze ook nodig in het vervolg van de competitie. Maar het is zeker niet gemakkelijk om hier op Mechelen... het gaat nooit gemakkelijk zijn. Maar we hebben een goede match gespeeld, collectief. En het is verdiend. Als spits, als je kunt scoren en daar deel van kunt uitmaken, is altijd leuk. Maar het belangrijkste is die 3 punten, daar ben ik vrij content mee. Ja, ik denk dat we met momenten zeker goed voetbal brengen. Dat er hard gewerkt is. Dat het soms nog mist aan efficiëntie. En dan pakken we geen punten natuurlijk. Op speeldag 12 noteren we overwinningen van Charleroi, Anderlecht, Leuven en Gent. SCV en White Star delen de punten. OHL blijft op titelkoers. Club en Stoudaar profiteren niet van het vrije weekend van Genk. Gent is nu 6e. Hou intussen White Star in de gaten. En Charleroi is rode lantaarn af.
Volgend weekend is Genk Zoetewaardegem onze live match en kan Anderlecht, als het wint op Aalst, opnieuw langs zij komen bij OHL. Tot volgende maandag.